berekenen we hem, ja. Ja, maar de vraag is, is hij mooi tussen de wit, tussen zwart en wit in nu? Nu gaat dus het oh, als hij, laten we hem alleen tekenen als hij boven de 0,8 is. Ja, precies. Ja, dat bedoel je met de trashet. Ja. Ja. Maar dan mag hij ook spierwit zijn hoor, hij hoeft niet gevuld te worden met de noise zijn, zelf. Ja. Ja, het is eigenlijk de alfa, of hij moet gewoon niet gevuld. Hij moet niet getekend worden. Jawel. Als, huh? Meer. Hij wordt alleen maar getekend als, ja. En hij mag gewoon getekend worden met spierwit. Ja. Dat klopt. Dus nu gebruiken we de noise als threshold. 255, dat zou wit moeten zijn. Maar die set, het is echt een pixel dus. Ik denk die noise gewoon nooit hoog is. Zo kunnen we hem even dieper loggen. Maar waarom tekent hij hem niet wit? Die set doet niet wat we denken dat hij doet. Die laatste is niet een fill. Die laatste is een getal gewoon. Nee, black of color is dat. Een color? Ja. Ja, maar dat had ik. Nee. Ja, oké, color. Oeps. Ja. Kijk, de splinter. Nu zeggen we als die hoger is dan 0,8. Aha. Ja. Dit is wel. Dit is leuk. En dan mag het. En nu mag die ei dus constant doorlopen eigenlijk. Ja. Dus hier moeten we dus zeggen dat die. Deze offset heeft een offset. Nee. Een soort van. Ja. Voor, om in de noise te stoppen. Ja, maar niet om de pixels te tekenen natuurlijk. Nee. Dus. Plus time. Zoiets? Keer. De delta time, ja, maal de delta time. Moet dat een ook? Soort speed, keer ja. Delta time. Ja, dit is de offset die steeds wordt gedaan, dus dat is dan, laten we zeggen, 1. Dus nu, oeh, het fonkelt. Oh, we moeten natuurlijk wel ook waar de 10 is meeschrijven, mm-hmm. Want anders pakken we een ander punt van de. Wat bedoel je? We moeten wel. Ja, de pixel die 10, hier. Die plus is 10. Dus waar we. Je ja. Moet wel ook plus wat we doorschrijven. Dus ja, die 0. Dus hij tekent nu van 0 tot de breedte. En dan moet hij van 10 tot. Ja. Tot 19 tekenen. En dan tekent hij al die sterren en dan mee. Weer wow. Van 0 tot. Ja, ja. Ja. Met een modulo. Omdat we nu om de 10, dus we tekenen niet alle. Hebba. Ja, met hoeveel pixels mee. Je hebt ook. En je kunt hier ook, je kunt ook alles doorlopen en dan skippen. Nee, dit is wel heel ingewikkeld hoor. Ja, dus nu tekenen om de 10, dus die, dat doet hij. Ja, die noise lopen, ja, de noise pixel lopen, ja. Waar we checken moeten we ook laten lopen. Ja, maar tenzij we dus dat. Dan moet je ook weten van hoeveel pixels per seconde. Als we delta time, we kunnen natuurlijk een halve pixel verder zijn. Dan gaat hij toch nog een beetje knipperen. Nu tekent hij de offset ook. Nee, maar dat klopt niet. Dat dit is niet is, de RNC. Oké, jammer. Kijk, we hebben eigenlijk een soort matrix, zeg maar, en daaronder gaat er steeds een rij weg en boven komt er een rij bij en die schuift we steeds naar beneden om te tekenen. Uh-huh. Dus ik denk dat we dat moeten doen. En dat is gewoon een array van sterren. Ja. Dus dan doen we bij setup, vullen we die eerst op. Dus dan zeg maar een star plane is dat ofzo, want dan kunnen we er ook. Dat is gewoon een eendimensionaal, maakt ons niet heel. Oh, we moeten wel plus i gaan doen. Dus wil je hem tweedimensionaal? Nee, we doen hem voor je. Hij is tweedimensionaal. Waarom? Hij is eendimensionaal. Nee, je kunt er zo sterren hebben. Ja, ja, maar dat is eigenlijk gewoon. Maar je wil hem tweedimensionaal. Ja, dat, voor nu is dat wel makkelijker, ja. Maar die stars was eigenlijk een array van x en y sterren. Ja. Als objecten. Ja. Ja. Dus hier lopen we nu door alle sterren heen. Maar we willen eigenlijk hier de sterren even vullen bij setup. Nee, die vullen we elk frame. Er komen continu nieuwe sterren bij bovenin.
Maar hij begint dus leeg, het scherm. Ja, dat nee. Een soort pre-warm, maar dat is weer voor later. Voor. Ja. Oké. Laten we hier de sterren erin zetten. Nu lopen we door dus alle sterren heen, maar we hebben geen sterren nog. X seconde. Spawn star. Ja. Row of stars. Nee. Gewoon überhaupt een ster. Eén ster. Om maar wel, seconde. Wel op, een, op die... Op I is op nul. Boven, precies ja. Boven en ergens in een random X. Juist. En die I wordt elk frame gewoon met de speed van de starplane, starfield, geplust. Dus we hebben ook stars per second. Het is overdreven ja, meer een global van te dat maken. Dat mag random. Een soort random. Het moet ook niet, anders krijg je netjes elke 10 ja. seconden een ster. Oké. Okay. Dus laten we zeggen, we maken hier een nieuwe ster. Dus dat zou dan bijvoorbeeld zo zijn. En die is dan... De X is de random van de width. En de Y is de is nul. Oh, is dat boven? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Dus nu spant hij een star. En die push je naar de stars. Push je de star. En dan moet je natuurlijk checken, zijn er sterren uit de array hier lager dan... Dus ja, sowieso moeten ze allemaal een I stars. Plus speed, keep out the time. Wacht, ja. Nu zeg je, als die I van dat ding hoger is dan height, zullen we zeggen, dan... Oh, we splicen weer, dus we moeten dat backwards erheen. Ja, wat je ook kan... Nee. Typ ondertussen gewoon. Je kunt ook zeggen de boilerplate. Splicen. Ja. Je kunt ook de array even groot houden daar. Ja. En dan steeds weer opvullen. Maximum array hebben, ja. Ja. Een soort het is eigenlijk een soort particle system. Mm-hmm. Ja. Ja, alles is eigenlijk een particle system. Ja. Als je data georiënteerd doet. Ja. Behalve als je echt één vliegtuig hebt, dan niet. Maar alles met de kogels is een particle system. Right. En anders dan doen we. Nee, eerst doen we de plus is de I van de stars plus is iets keer delta time. Dit. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is de. Nu gaat die langzaam omlaag en dan gaan we ze tekenen. En nu spannen we elk frame nummer. Ja. Dus dat is weer met zo'n cooldown. Alleen is die, wordt die elke keer als die geplust wordt, doen we dat met een random getal. Hier is hij dus lager geworden, dus hier hebben we erin gespand en dan zeggen we stars cooldown plus is iets tussen de een half of een 1 en ja, een 5 of zo. Random. Dan krijg je heel veel sterren als er een dus dit eigenlijk. Nou, stel het is while, maar je hebt een lag enorm, dan gaat hij ineens allemaal sterren spawnen op één regel. Als je met een while loop doet. Maar die moeten dan ook al ja, die moeten een delta time hebben, dat is met die particle, maar dat is ook met de kogels. Die kogel moet ook al weten hoe ver ben ik vergeleken met de delta time. Ja. Dat doen we nu niet. Maar... Nee, dat is met zo'n update. Moeten jullie thuis waar wel je doen. De delta time in mikt, toch? Of, en dan haal je ja. Het steeds ervan af. Ja. Oh, ik heb nog wat over. Mm-hmm. Dan ga ik nog een keer. Ja, remaining, maar dan houdt het, je hebt bijna een soort bullet emitter dan. Die kijkt dan, dus die turret is een bullet emitter, of de plane, dus die kijkt hoeveel remaining heb ik nog van. Dat is eigenlijk als je het echt goed wil maken. Maar dit is iteratief proces. Hè? Hebben we nu iets zinnigs? We tekenen de sterren nog niet, dus misschien wel leuk.
Dus dan gaan we hier draw the stars. De koeling wel min delta time? Nee. Draw the stars. Ah, oh, deze moet ik helemaal niet hebben. Dus nu we toch hier zijn. Hier wil je dan eigenlijk dus de stars cooldown ergens op 0 zetten. Dus die checkt, is die kleiner dan 0 en dan doen we meteen adden. Dus ja. Die wordt nooit onder de 0 lang. Ja. Draw the stars backwards. Draw the stars backwards. Nou, daar gaan we dan maar met de circle. Ja, points vind ik ook. Ja, nee, dan moet ze iets groter doen, ja. Want we hebben hier ook nog een we gaan een random radius nu opmaken, dat we toch kunnen. Elk frame. Nee, die geven als we maken. Ja. En een ster is wit. Kunnen we het over hebben? Lichtwit. De sterren van de plane daarachter, de tweede parallax, zijn een beetje grijs. En wel een soort, hoe heet dat? Wat is de max grootte van een ster? Alles in de verte. Het sneeuwt. Cool. Is het te snel? Ja. Yeah. Nee, maar die plus 2. Dragon Soul Touched. Hoe zeg je return in Nederlands als je een ding van een functie returnt? Gaat de spaceship in een direction als je op het screen wil denken of je de stars. Okay. Waarom is onze framerate zo belachelijk? De lezers vragen beantwoorden. Oh. Hoe zeg je return in Nederlands? Als je een ding van a function return. In het Nederlands? Ja, return. Ook zeggen we dan, toch? Programmeurs zeggen return, maar teruggeven. Terugbrengen. Want dat is officieel wat je doet. Je brengt iets terug naar waar je was in het programma. Ja. Gaat spaceship in een directie. Als je er op de screen wil, denk ik dat je de stars bij I kan soort B I. Dat begrijp ik niet direct. Hoe zien de stars er nu uit? Ja, als sneeuw. Dus het is te snel. Oh nee, dat is goed. Dus het sneeuwt, alleen de framerate is... Slecht. Ja. Door cirkels. Net door die stars. Ja, maar hoeven geen cirkels te zijn. Nee, maar... Je moet helemaal berekenen. Ja. En je moet toch gewoon kunnen blitten. Ja, dat zou ik zeggen. Maar ook dan nog... Is het gewoon... Waarom is die framerate zo laag? Überhaupt. Dus hij is überhaupt heel nu laag. Nu zien we maar niks, OBS toch? Maar OBS is... Zag niks. Ook... Dus gewoon het in... Wat ben jij heel veel dingen aan het doen op het internet, Dirk, toevallig? Nee, ik zit op mijn eigen... Oh wow. En dan heb ik geen idee. Netwerk. You can ask questions. Yeah, we can continue in English. It doesn't in matter English. That much. In English. So why is it slow? This should not be that slow. We're drawing, how many objects are we drawing? 30? 30 objects on the screen. Well, and more and stars, I think. Yeah. Yeah, because now, okay, so maybe... Like this, it should not be slow right now. But it is. It's not as fast as I want it to be. But look, but when we go up, we want the velocity to... increase of the stars when we go when up. We fly up no you want the stars to be yeah oh really yeah but I think it's a nice effect when you fly that you that's this strange you no because the like the camera is moving in a constant speed and if you go up that's because you are going a little bit faster than the camera yeah but I think it's the camera yeah okay maybe okay so that's the effect scroller, which you want it's a scroller yeah like the old school camera. Scroller yeah old school yeah. Okay, so now we draw a star every second. But what we can do is that if we make the... No, we don't have size. Do we have sizes? Yeah. Like, if the radius is bigger,
then the eye speed is slower. So we then we have this 3D effect. Mm-hmm. So we do this in simulate, we know the radius. So here we can say the y is actually dependent on the radius, which is between but zero inverse, and like 3. Yeah, so 3 minus, or 4 yeah. minus radius. Exactly. So 4 is because the radius max is 3. So now it can go 200, right? Because the radius, well, or at least. Yeah, yeah, yeah. We almost everything is in the. Oh, it's the old, it's not inverse. Why it's not? Because small stars are further away, so small is slower. Small is slower. Yeah, it's okay. Weird. So it's 1 plus. Well, it's this. Oh, just this. Oh, and yeah, of course, yeah. Where are the small ones? Yeah, yeah, that's good. Okay, but I don't. I want more stars. There needs to be more stars. So all the draw function, yeah, like almost everything except the setup. That's what we want to initialize in the beginning. So now we'll make a plane smaller because it looks really dumb. Where's the plane? The width, 20. The height, 20. Let's see, because the turret is still huge. Huge. We're also logging if we're pressing, so I oh, think that's, that's also not that's not good. That's no good. That's no good. Remove all logs. Remove all the logs. Okay, so and the turret should be dependent on the plane height. Yeah. Where is the turret? This, so it's it's a little bit above and then it's yeah. So this should be the plane height. Times 0 dot dot yeah. I don't know, 6. 4 is quite small, isn't it? Wow. That's the height, it's actually times 2 because we do height plus and minus. But right? It's actually oh no, the we width. Divide it with 2. It's actually the width of the plane. Oh, the first thing. Oh, because everything is to the yeah. right. This is strange. Yeah, cool. I don't know if it's cool, but. Okay, so how does this work exactly? So this should be smaller. I think, yeah. Okay, so this is too big. Well, the 4 should be dependent on the width of the plane, of course. Mm-hmm. Does this look like a plane? And the 8 as well. The yeah. 8 should also be dependent on the. But maybe it is the height, by the way, but maybe it isn't. This should be the. Well, no, yeah, maybe. It should be like. Why? This is super strange. Just filling random stuff. Okay, so now the rotation is, but this is too big. This is too small. This should be higher up. Yeah, there yeah. we are. It's okay. Cool. Wow, and the bullets are not huge dependent on the plane size. That's why we all need to do it, and it should be relative to the screen size. But yeah, we, but we don't need like dynamic no. scaling of everything. That's so. True. So where do we create the bullets? Here we create the bullets. Like the radius should be, yeah, the plane width times 0.4. So, that's too big. 0.2. Yeah. Look at us go. So, can we make the stars, all of the stars, bigger a bit still? Or is this not? Yeah. And then a bit more grayish as well. So, where do we create I the guess. Stars? I'm not sure. Maybe it's okay. So, this is. And also a bit like random, yeah, could be. So where do we or draw like the stars? Bluish or so. Or really, you want to go all out on the stars. We can make them also pulsating in some
they dim while they move. We first need the foreground objects now. So RGB, so we could say so let's see. And maybe this should be between 230 and so something like this. So now they are white or a little bit blue. So this is like completely no, that's true. It should be in there when we create them. Where are the stars created? Let's give them a color. And we do it like this. And we remove that one. Let's see what this brings us. Well, now they're a little bit blue. You better believe it, man. Are you happy? No, it should be more obvious. I think the background should be a bit dark blue as well. Because now they're almost the opposite. And more black, the background. Make the background more really dark blue, gray blue. Where are we drawing? Where are we drawing stuff? Draw to the screen. 20. No, what do you bluish. Want? Blue. Really dark blue. Like this? Yeah. Okay. Cool. Yeah. So can we move up and down already? Yeah. You can. We can move all directions. Yeah, it feels actually quite arcadey like this. It's cool. Should we make targets? We cannot fire. There should be like a max radius. You can. No. When you go, you want to shoot. Yeah. Okay. That's new. That's new. But you cannot. You should not be able to move all the way up. But that's for later. That's later. So we make some enemies. We can make. Meteors, how do you say? Oh, different enemies. And other ships. Yeah, except for meteors. Yeah. Hmm? Yeah, the collision detection should Or we can just have collision detection. Yeah, we could make like an easy collision detection. For? Well, if you make meteors and they have, they're not everything complex. Everything is round, circular. So if it's a circular, yeah, then it's easy. So we create enemies. So there should be an enemy count. Per level. Well, let's first make static objects like obstacles. Oh. Which just you just have to avoid. So that's meteors, I think. It's different than enemies. Yeah, I'm not sure. You should not be able to shoot everything. It should no. also be just... Yeah, like meteors. Yeah. Like big ones or so. But I think there always should be... We can make it... Like in the arcade, they had like this meteors should be always be three on the screen. In this level, or so when one goes out of the screen, a new one comes in. Yeah, so there's that's, level that's five, so you can say like there's always three, yeah, and it's in level one. So meteor count, for instance, is dependent on the level. So you can say it's the level times three, for instance, or whatever you want. But you can say now it's three. Well, let's just make it like this, like max meteor. Next meters. And then we can say on draw, we can say where we simulate stuff. We could say if you don't have enough, if the meteors is not this length, then we spawn. Yeah. And we get, three at the beginning, by the way. Yeah, so we just create. Oh, but we can also spawn them with a random
Why? X. So they, why? Sometimes it takes a while before it comes. Oh, it's Y speed. Oh, yeah. No, Y speed, above. Yeah. Yeah, okay, you can, like with a little of bit offset. Yeah, yeah, of course, not immediately. And the Y could be... Tot ziens. Tot yeah. ziens. Bye bye. So we switched Dragon to English soul. Halfway. Oh yeah. Yeah, we did switch. Gaan we weer terug. Gaan we weer terug naar Nederlands. Ja, yeah. Oké. Okay. Dus de random keer 10. Waarom is dit geen comma? Dus dit is de min. Ja. Zo van tussen 0 en 10. En ik weet niet, de speed is random. Ja, ik zag het tussen. Ja, maar ik niet tussen. En nu krijg je zo nog steeds 3 meteorieten. Ik zou gewoon tot min screen height, toch? What? Of nou, min voor de helft te testen, anders moet je nog wachten. Maar de speed is. Nee, maar het gaat. Het vliegt ook best snel. Speed is zoiets. Dit is de. Het is altijd 200. En hij heeft dan een randomness van. Nee, nee, want je vliegt echt door een, dat gaat allemaal dezelfde speed, hè? Want wij vliegen. Dus de meteorieten hangen zeg maar stil. Oh, die wij hangen stil. Daardoor, wij vliegen echt door een wereld heen. Ja, oké, okay, maar die hangen stil. Ja. Maar niet, die gaan ook niet ook nog zo parallax. Ja, dan weet je niet meer, we moeten ergens zeggen, dit is de statische wereld. Dat is een statische wereld. Ja, en dan de heb je ook weer... Oh, een planeet. Of zo is het dan. Nee, meteorieten die hangen gewoon die stil. Hangen, ja, ten opzichte van wat zouden ze anders bewegen? Ja, ten opzichte van ons. Ja, maar wij bewegen al. Ja, dus zij bewegen sowieso. Niet. Maar zij bewegen onderling dus niet. Dus je ziet niet dit. Nee. Je ziet gewoon dit. Ja, misschien uiteindelijk wel. Misschien, maar ze gaan zo... Kijk, ze gaan sowieso met de speed van ons naar beneden. En dan ja. daarop hebben ze misschien een... Ja, een relatieve speed. Maar ik bedoel, als hun speed 0 is, dan is hun speed 0. Ja, en daar beginnen we even maar die, mee. Dat ziet eruit als... Hoe snel wij vliegen. Dus we, wij vliegen er langs. Ja, daarom. Dus zij gaan... Dus als wij harder gaan... Maar wij, nee, gaan, wij gaan nooit harder. De camera. Dus ja, de camera. Speed ja. hebben wij. Dus die dingen hangen stil. Oké, okay, dat had ik niet... Die zag ik niet aankomen. De camera speed is zeg maar eigenlijk de speed van de wij spreken van de grootste sterren die nu voorbij. Dat is zeg maar de vloer speed. Ja, de grootste vloer, sterren. Maar... Ja, alleen alle meteorieten gaan ook gaan iets langzamer dan ja, de camera. Ja, waarschijnlijk. Nee. Wat dan? Even snel. Nee, de meteorieten gaan niet. Wij vliegen omhoog. Ja, oké. Okay. En die dus die liggen hier en wij gaan zo eroverheen. Ja, ja. We vliegen over een wereld. Ja, dus we hebben een soort camera speed. Maar ik dacht dat we zo in de lucht zo vlogen. Maar we vliegen eigenlijk over een... Alsof er een planeet onder ons zit. En wij nee. vliegen daar heel laag overheen. Dat zou ook nog kunnen, maar ja. dat hoeft niet. Je kunt ook gewoon in de ruimte vliegen. Ja, maar dit zijn stenen die stil hangen in de ruimte. Ja, dat even we, voor nu wel. Nee, om te okay, beginnen. Maar dan het zou ook muren bijna. Kunnen zijn. Ja, daarom. Muren. Dus dat dacht ik van het wordt een race game bijna met van die... Maar ik vind het allemaal top. Dus nu pushen we dit daarin. Maar het is wel leuk dat je af en toe kom je even over een hele grote meteor. En dan is dat opeens de vloer geworden. Dan verdwijnen de sterren en dan ga je opeens, dat zou wel kunnen, over een surface heen. En dan ga je weer de ruimte in. Dat zou moeten kunnen. Ja. Dus hier heb je... Dus we lopen nu door alle meteoren heen. En we zeggen hier dat de meteoren, de ei wordt wel geüpdate. Want de ja, fysieke ja, ja. ei ik zou uiteindelijk, zien. Omdat er een soort camera speed ja. is, zou ik dat doen. Dus alle objecten hebben die sowieso, ja. plus dan nog de speed ja. die ze ten opzichte van de wereld zouden doen. Ja. Dus daar maken we dan camera speed van. Dat is eigenlijk zo. Ja, maar dat is niet je fly speed. Ja, niet van het vliegtuig, nee, maar van de game. Van de camera. Zeg maar. Ja, maar mag camera speed zijn. Dat is een beetje onze plane speed nu. Maar de plane speed is dus relatief aan de camera speed. Ja, maar dan met
Met een soort Z-diepte, dus hier verder rechts gaat hij langzaam. Dus we kunnen ook misschien nog dat we naar beneden en naar boven kunnen, dat die kleiner kunnen. Groter wordt. Maar dan moeten we andere toetsen hebben. De camera inzoomt of zo. Je kunt wel eigenlijk is dat, doen. Eigenlijk bij Saxon, ja, dat is natuurlijk isometrisch, dat je zo omhoog en omlaag kan en naar links en naar rechts. Maar je kon niet, kon je naar voren? Nee, je kon niet naar voren en naar achter. Dus dan doe je eigenlijk dus als naar boven is dan, ja, over objecten heen. Maar dan moet je het wel isometrisch gaan maken. En dat is nog steeds lastig om te zien, want in 3D. Oké, okay, we hebben nu dat de tussen de soms doen ze het tussen de levels door, weet je wel. Dan ga je naar een nieuw level. Ja, dan ga je naar een nieuw level. En dan ga je weer zo. Dat zou kunnen. Dat grappig. Dus dan heb je die meteors. Ja, of dat je ergens inderdaad ingaat, ja. En dan een ander level uitkomt. Ja. Dit is gewoon eigenlijk gewoon dit gebeuren. Maar dan dit. Die meteors zijn zo grijs als maar zijn kan. Voor nu is die zo. En er is ook een cirkel. Nou, dat moet eigenlijk een gekke vorm zijn. Met een collision die cirkelies is. Maar nu zou dit werken. Behalve dat dit... Heeft hij een radius? Dat moet hij wel hebben ook, ja. Een radius van een meteoriet. Ja, dat is meestal zoiets, hè. Ik weet niet waarom daar een maal staat. Dit is meestal een meteoriet, zo. En dan nog checken als die buiten beeld is. Toch, waarom doen we steeds hetzelfde? Ja, we kunnen wel... Heel snel wil je eigenlijk gewoon een object class. Dat is alles voor een object. En alles beweegt sowieso naar beneden. Ja. En ja, dat wil je eigenlijk een soort default, iets wat je inherit. Een transform. En met camera speed kun je alle objecten tegelijkertijd updaten. Dus je kunt altijd een velocity met een positie omzetten. Wat ik ook nog even wil checken is dat wij... Alles klopt. Kunnen we dat doen? Meteors. Black backslash n. Dat we naar de volgende regel gaan. Er is wel een plusje tussen. Ja. Kijk wat dit doet. Geen idee. Kijk, dat zou je ze hebben. We hebben 9 stars, 8 stars. Dus ze verdwijnen al met die radius. Ja, dat had ik gewoon gezegd. Van die hoge frame rate. Ja, dan, ja. Wat vinden we daarvan? Kun je het saven? Is dat dan daar ook? Zit dan daar staan, zit OBS. Als je hoe het waar is. Oh! Hey, het hele scherm klopt niet meer. Oh, dat we dit weer dicht hebben. Ja. Niet dat het iemand dit uitmaakt. Maar ja, waarom is die framerate inderdaad zo belachelijk? Laten we die ook even uitprinten. Het is een C. Ja, volgende stream wordt C. Gewoon om... ja, of een processing, dat heeft ook veel meer kracht dan dit. Ja, of we moeten gewoon een normale computer gebruiken. Het is echt gewoon een Mac-gebruiker. Ja, zo'n verbozen computers zijn waarschijnlijk oneindig veel sneller. Ja, dat klopt, maar niet door JavaScript. Dan gaan we nu een taal gebruiken. Dit klopt echt voor geen meter. Wie heeft dit bedacht? Wie heeft dit bedacht? Nou, de frame rate is gewoon prima eigenlijk. Zie? Het is gewoon 16 frames per seconde. Behalve soms. Behalve soms. En waarom is die soms totaal te hoog in? Ja, dan zie je een halve seconde soms. OBS. Nou, OBS. 400% van de CPU. Ja. Hoe kan dat? Quad core. Maar waarom spiked die onder zoveel? Garbage collection. Ja, dat zou het zijn.
Ja, misschien door dit ding. Ja. Door die fout die daarin zit. Change the value of you. Ja, weet ik veel. Kunnen we eens uitloggen? Wanneer was dit niet? Zal ik hem bij mij eens draaien? Check hem eens bij jou. Ja, nou, bij jou draait hij natuurlijk gewoon prima. Want ja, die doet geen OBS. Ja, maar dan weten we dat het goed is. Alleen de mensen die de stream volgen, die gaan dan gewoon zien dat die zien hem niet super lopen. En daar is geen reden toe. Daar is geen reden toe. Lekker dan. Ja, bij jou loopt hij helemaal soepel, ja precies. Ja, hier ziet het echt uit, dus gewoon alsof we weten wat we doen. Dat is zo flauw. Op de stream ziet het niet uit alsof we dat weten. Ja. Vet. Dat is ook wel leuk programmeren dat je nog niet ziet hoewel je op die play-knop te drukken. Want